Hi, leuk dat je kijkt. Ik wilde vandaag deze doosjes aan je laten zien. Het is You Light Up My Life. Dat is gemaakt met de Crazy Mixed Up Love stempelset. Deze stempelset gaat per 1 juli uit de catalogus. Dus mocht je hem nog willen hebben, dan zou ik zeggen wees er snel bij. Want deze maand geld op is op. Je kunt ook op mijn blog kijken trouwens voor de retired list. Daar staat ook alles op. Dus dan kun je zien welke producten er uit de catalogus gaan. Ik heb deze stempel gebruikt. Die heb ik hier op de speech bubble opgestempeld. En ik heb hier You Light Up My Life gestempeld. En deze kun je iets beter zien. Dus wat ik eigenlijk gedaan heb, en dan zullen de meesten van jullie schrikken. Ik heb de stempel losgeknipt van elkaar. Want ze komen allemaal aan elkaar vast, zoals je hier ziet. En ik heb ze dus gewoon losgeknipt. Allereerst heb je een stuk karton nodig. En ik heb hier even Melon Mambo gepakt. Een stuk karton van 13,5 cm bij 8 cm. En daar pak ik mijn Stampin' Up trimmer voorbij, want we gaan scoren. Dus we gaan die donkergrijze even uit de weg halen. Dat ik geen foutjes kan maken. Ja. En dan gaan we scoren met deze lichtgrijze. Ik leg hem eerst op 1,5 centimeter. En ik score hem dus 1,5 centimeter rond. Dan leg ik hem met de lange kant naar boven en score ik hem hier nog een keer op 6. En op 7,5 centimeter. En dan krijg je dit ruitjespatroon. Dan heb ik hier ook nog een stuk Daffodil Delight. Die is 19,5 centimeter bij 5 centimeter. En ook die gaan we scoren. Namelijk op de lange kant hier op 1,5. Dan draai ik hem om. En doe ik hem nog een keer op 1,5. Dan doe ik hem op 6 centimeter, 7,5, 12 en 13,5. En dan krijg je dit. Ik ga allereerst even met die roze verder. Want wat ik doe is ik knip alle kleine hoekjes knip ik eraf. Dus ik knip ze allemaal weg. Zo. En natuurlijk aan de andere kant ook. En dan hou je dus dit over. Wat ik dan gedaan is, ik heb een 1¼ inch cirkelpunch gepakt. En die heb ik hier in het midden gezet. Dus ik heb hem helemaal tegen de kant aan gedaan. En ik heb hem hier in het midden van die flapjes gezet. Een beetje uitlijnen. En een cirkeltje ponzen. En dan zit hij hier precies recht in het vlak. Vervolgens is het de kwestie van even deze scoorlijnen aanzetten. Een kaarsje pakken en de lijm. En dan lijm ik deze onderste drie flapjes. Kaarsje erin en dan vouwen we deze er zo overheen. En dan even stevig vasthouden. Totdat de lijm een beetje droog is. Zo. Dan heb ik deze gepakt en die heb ik even met de hoekpons afgerond.
En ook hier zet ik weer een cirkel in het midden met de 1 en een kwart cirkelpunch. En dat doe ik aan een van de twee flappen. Dit is de onderkant, dus deze wordt het. En ook hier probeer ik hem weer zo recht mogelijk hier evenveel over te houden als hier. Want dan zit hij zo recht mogelijk in het vlak. Dan heb ik hier nog een stukje acetate sheet. En ik wilde daar een stukje van afsnijden, maar ik zie dat ik hier nog een stukje over heb. Kun je het zien? Ja, je ziet de glinstering. Dit is 4,5 bij 4,5. En dat heb ik met Crystal Effects vastgeplakt. Dan zet ik hier rondom het cirkeltje een dun lijntje met Crystal Effects. Dan kan deze erop. En dan kan dit even drogen. Wat we dan vervolgens even in de tussentijd kunnen doen, dat is dat we een speech bubble gaan uitstansen. En die heb ik hier. Deze komt van de Word Bubble Framelits. Dus deze ga ik door de Big Shot heen halen. Dus daar heb ik mijn speech bubble. Dan pak ik mijn stempelblok erbij en mijn lightbulb. Daffodil Delight. En die stempel ik hier op de speech bubble. Zo. Dan had ik hier ook nog ergens steentjes. Die heb ik hier. En die zet ik hier in het midden. Dan kan deze nog even aan de kant. Dus dit inmiddels wel droog, want het gaat vrij snel. Dan moeten we hier ook nog even op stempelen. Namelijk met die tekst You Light Up My Life. Dat heb ik gedaan met Memento Black. Dus Memento Tuxedo Black Ink. Die komt ook in een nieuwe catalogus van Stampin' Up. Dus mocht je hem niet in de winkel kunnen vinden, dan komt hij ook bij Stampin' Up in de catalogus. En dat komt omdat die ideaal te gebruiken is met de blendabilities. Dat zijn die alcoholmarkers waar Stampin' Up mee uit gaat komen. Dan vouw je de flapjes terug. En voor de rest vouw je alles naar binnen toe. Dan is het een kwestie van lijm op de zijkanten en de onderkant. Doosje erin. En de flapjes er naartoe. Dan heb ik hier op dit randje ook nog een beetje lijm gedaan. Zo, dat zit vast. Dan heb ik de speech bubble vastgezet met een glue dot. Die heb ik hier op vastgedrukt. En dan, ik heb met drie kleuren gewerkt. Dus Melon Mambo, Daffodil Delight en Bermuda Bay. Dus ik heb iedere keer dan van de kleur die ik nog niet gebruikt heb een strikje gemaakt. Om dat strikje ook weer op het doosje te kunnen doen. Zo. Afknippen met de stofschaar. En dan is dit ook een kwestie van even met Crystal Effects vastzetten. Dat werkt gewoon echt als de beste lijm. Je kan het ook met een mini glue dot doen. Maar ik heb alleen maar die grote. Op de hoek even vastzetten. Aandrukken.
En dan is die klaar. Dus zo heb ik een hele serie gemaakt. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je nog vragen hebben of mocht je Stampin' Up! Producten willen bestellen, dan kun je mailen naar stampinsale@gmail.com. Of je kunt kijken op mijn blog, dat is www.stampinsale.blogspot.nl. Maar je kunt natuurlijk ook direct naar de webshop en dat is www.stampinsale.stampinup.net. En al die informatie vind je ook hier beneden in het filmpje bij de beschrijving. Ik bedank je in ieder geval voor het kijken en ik hoop tot de volgende keer. Doeg!